NTR. Komt dat zien, komt dat zien. Zomaar een gast. Interviews met onbekende mensen door bekende gastinterviewers. Oh Gerrit, wat is het geheim van 44 jaar liefde, alsjeblieft. Hoe hou ik het vol? Ik was een drop-out op school. Een hele lastige puber. Ik probeer zelf recht te lopen. Dat ligt niet altijd. Hij komt zo hard aan. Wat een leuke dierenarts ben jij, Frits. De founding fathers van dit programma en uw gastheren, theatermakers Patrick Nederkoorn en Oscar Kokke, ontvangen vandaag op het Oerol Festival op Terschelling. Gastinterviewer, actrice Rivka Lodijzen. Ze won 2 gouden kalveren, maar vandaag laat ze een andere kant van zichzelf zien. Ik heb in een tentje geslapen, met mijn lief. Ja, dat dan weer wel, hè? Ja, dat is fijn, toch? Ja. En zij heeft hem opgezet, daar schaal ik wel helemaal voor. Maar goed, het is... Ik sliep naast een snurkende schrijver. Ah, wat leuk. Ja, dat... En is daar nog iets uit het leuks uit voortgekomen? Nauwelijks. Hey, hallo! Ja. Ja. Nee. Ja. Hoi. Oh, jeetje. Hey, goed. Hallo. Is dat je eerste keer op de Schelling? Nou, ik ben hier wel eens geweest, maar het is een beetje een vaag verhaal. Ik had wel eens van Oerol gehoord, en toen was ik 15, dus toen ben ik met een vriendin hier naartoe gekomen. Maar we wisten eigenlijk niet wat het was, dus wij kwamen op een camping terecht. En toen ging het heel erg regenen. Toen zijn we maar weer naar huis gegaan, want ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Jij dacht dat die camping Oerol was? Ja, ik dacht, dit is waar iedereen het over heeft. Je hebt er niets meegekregen? Nee. Zal ik je koffer? Nou, heel graag. Ja, Patrick biedt het niet aan, dus ik dacht... Dames en heren, zomaar gasten. De enige talkshow met 100% onbekende Nederlanders. Ja, daar zit er een paar. Ik heb u nog nooit op televisie gezien. Maar ben je zomaar iemand? Ja. Dan ben je perfect voor zomaar gasten. We gaan beginnen met Zomaar Gasten. Het programma waarin de onbekende verhalen van onbekende mensen centraal staan. En die blijken heel vaak heel speciaal te zijn. En dat wordt vandaag gedaan door een actrice die al op de 19e begon met spelen. Ze speelde in Simon, in Publieke Werken, in Tonio, in Kan door Huid Heen. Kreeg verschillende kalveren en ook nog een heleboel nominaties. Mag ik een groot applaus voor Rivka Lodijzen. Rivka, ja? Wij vinden het allemaal natuurlijk een beetje spannend, maar voor jou is het eigenlijk het meest spannend. Ja. Jij gaat zo meteen op die stoel zitten en jij gaat interviews voeren met mensen die je niet kent. Heel leuk. Nee, ik vind het echt leuk, maar wel rete spannend. Dat is het al. Nou, ga lekker zitten. Dank je. En veel plezier vooral. En dan kijk ik naar mijn vriend en compaan Oscar Kokke. Die weet wat voor bijzondere mensen wij allemaal aanwezig hebben vandaag. Ja, Rivka, het is gelukt om een tribune helemaal vol met onbekende Nederlanders te krijgen. Maar ik ga er een paar mensen uitpikken. We hebben bijvoorbeeld Ati en Humphrey. Die zijn hier als een setje, die hebben al 28 jaar verkering met elkaar. Maar dan ken je Marja en Lix nog niet. Die hebben al 30 jaar verkering. Bent u misschien onder de indruk, 30 jaar. Maar niks hoor, dan heeft u buiten Marieke en Gerrit gerekend. Want die zijn al 44 jaar smoor en smoor en smoor verliefd op elkaar. Allemaal prachtige mensen. Maar eentje kan jou zomaar gast zijn. Mag ik een heel groot applaus voor de zomaar gast van vandaag. Niemand minder dan... Gerrit! Wil je wat drinken? Ja, alsjeblieft. Witte wijn, rode wijn, water. Nou, doe dan maar een beetje witte wijn. Beetje witte wijn. Proost. Nou, Gerrit. Ik zou ja. Spannend? Nou ja, even. Waar woont u nu? In Friesland. Ah, dat is eigenlijk dit ook, toch? Ja, water, wijde uitzicht en ik mag graag zeilen en dat soort dingen. Wij doen samen. Heeft u een boot ook? Ja, ja. Oh. Niet zo groot hoor. Een bescheiden, maar een zeil? Een bescheiden houten een zeilboot. Oké, okay. En bent u dan van de... Ik ben niet zo goed hè, met zeilen, maar bent u dan van het roer? Ja, meestal wel, ja. Ja. Anders en, komt het en die niet. Vrouw hangt in een touw? Die houdt de fok een beetje de fok. Op spanning. Ja, dat is het, ja. Ja. Ze heeft ook wel eens gezeild, maar dat is... Krijgen jullie wel eens...
Oh. Ja, toen hebben we dit huis gekregen. Dit heb ik wel eens gehad, ja. Toen hebben we dit huis gekregen, want dan... Ja, dat is echt spannend. Dan weet ze niet meer hoe het moet en dan roept ze en dan moet je heel snel wezen, anders dan... We gaan op de kiek. Dan vlieg je de wal op. En is dat ook wel eens ruzie? Want je kan een leuke, goede relatie hebben. Zijn jullie dat die al zo langzaam? Ja, 44 jaar. 44 jaar. Ja. Maar er is nog iets anders om samen te zeilen, of niet? Ja, precies. Ja. Want dan bent u eigenlijk de baas. In het begin is het ook wel een beetje zo geweest. Oké, okay, ja. Dat zal wel, ja. Maar bent u dan op het schip de baas? Is dat... Nou, de baas. De mensen... Nee, want ze zegt, doe jij het maar, ik vind het prima en... Ik ga lekker voorin zitten en daar is helemaal nooit discussie over, nee. Wat is het voor geheim van 44 jaar liefde, alsjeblieft? Hoe hou ik het vol? Ja, dat is... dat zou je eigenlijk ook aan mijn vrouw moeten vragen. Nee, maar ik vraag het aan u. Ja, ik snap het. Nou ja, je moet gewoon, zeg ik altijd, doorzetten. Niet scheiden. De? Niet scheiden, nee, want nou ja, er zijn redenen genoeg om te scheiden natuurlijk geweest ook. En die zijn er nog elke dag. Mm-hmm. Maar dat moet je niet doen, je moet gewoon dat proberen op te lossen. Dus het geheim is doorgaan? Ja, doorzet en gooi er maar een servies tegenaan, dat hindert niks. Nee. Het spul kost niks, dus... en dan kan je het even goed maken en dan... En verandert het nog, de liefde? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk hoe ouder je wordt en hoe... Word je milder of... Ja. Makkelijker. Makkelijker? Ja, nou, sommige mensen worden moeilijker. Ja, vroeger maakte je wel eens ergens problemen om. En dan dacht je later van... Als we dan de scherf aan het opruimen waren, dan dachten we van... Waar hebben we het nou eigenlijk... Wat is er nou eigenlijk gebeurd, hè? Ja. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja. Je maakt wel eens een opmerking. En dan, verkeerde opmerking. Verkeerde opmerking. Het eten was misschien... Het eten is niet lekker of zo? Nee, dat niet. Nee, eten was altijd prima. Ja. Oh, okay. Nee, dat is het laatste waarover ik wil klagen. Nee, ja. Goed. Ja. Nee, daar heb ik wel eens ruzie over. Ja, nee, nooit. Nee. Maar gewoon, ja, één woord kan iets uithalen. En, ja. En daar, en, dat is het serviesmoment. Ja, en dan begint het. Ja, het heeft ook te maken met niet goed, misbegrepen worden natuurlijk. Toch vaak? Nou, ik denk dat het meer is dat je moet leren om je eigen ik dan even aan de kant te zetten. Ah, snap je wel? Ja. Zijn jullie dan een stel wat het uitpraat of gooien jullie dat servies en dan is het eigenlijk wel goed? Nou, het moet eerst even tot een hoogtepunt komen. Nee, het servies is nodig, maar wordt daarna nog gepraat? En dan zakt het langzaam en dan ruimen we het samen weer op. En dan, maar tijdens het opruimen, heel even, want het is belangrijk voor mij. Ik moet nog heel lang. Oh. Mag nog heel lang. Nee, maar even, wordt er dan gepraat tijdens dat servies opruimen? Nee. Het is gewoon het accepteren van dat het zo gaat. Ja. Dus... Gerrit, ik hoop dat jullie 88 jaar bij elkaar blijven. Ik hoop het ook. Ja. En jij bent, hoe lang ben jij getrouwd, als ik het vraag? Ik ben 10 of zoiets. Oh. En ik mag nog heel lang. Bedankt voor de tip. Ja. Dank je wel. De zomergast van vandaag, Gerrit. Hand uitsteken. Laat ze, daar gaan we. Het is hier? Ja, het is hier. Herken je iets? Nee, volgens mij toen we aankwamen was het donker. En ik voor het eerst dus van je leven een tent opzetten. Het is wel, zowel jou en mijn eerste camping. Jij hebt hier ook, ja? Ik heb hier met mijn vriend Jaap. Waarvan ik voor het eerst ontdekte dat hij eigenlijk vanaf hier tot onder het haar zit. Dat heb ik in die tent ontdekt. Dat heb je ontdekt. Precies. Ja. Ik ben helemaal in mijn uppie gegaan, dus dat is wel het verhaal van mijn leven ook. Ik denk dat ik hier huilend dan mama heb gebeld. Hij lekt ook die tent. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Oh ja, ook luchtbedden die stuk waren. Volgens mij is hier iemand koffie voor ons aan het zetten. Kijk eens. Oh, goedemorgen. Goed geslapen. Goed. Uitstekend. Bijna uitverkocht. Er nog even op zitten. Het randje. Kom, we gaan beginnen. Yes. Dag, knappert. Hallo. Wat leuk dat u er bent. Meiden. Wat is zo leuk aan doet, hè? Alles. Echt? Lichamelijk, geestelijk, alles is uniek. Ik ben een ras echte vrier. Ja? Waar woont u? Ik woon nou in Utrecht, bij Utrecht in Houten. Wat gaat er mis? Ja. Mag ik een heel...